voor de sushi of de kip nuggets op ons bord. Ja, dat willen presentator Jennifer Hofman en chef-kok Joris Beidendijk graag onderzoeken in een nieuwe tv-serie Gefileerd. En daar hadden ze een paar proefkonijnen voor op het oog die dol zijn op eten. In Gefileerd krijgen 5 voedselfanaten de kans om een haute cuisine diner te maken in een duurzaam restaurant. Bij mij draait het eigenlijk altijd om eten. Dat ben ik, Per. Maar zouden we net zoveel van ons eten genieten als we weten waar het vandaan komt? Wie het geproduceerd heeft? En vooral onder welke omstandigheden? Ik kijk niet naar waar het vandaan komt, ik kijk niet naar hoe het verbouwd is. Zolang het maar snel en makkelijk is om eerlijk te zijn. Ja, Jennifer. Gejokkebrokt, hè, tegen deze lieve deelnemers die dachten dat ze een soort fantastische workshop zouden krijgen in Rijks bij Joris. Maar uiteindelijk werden ze meegenomen naar Thailand. Waarom Thailand? Omdat het een van de grootste exportlanden is voor ons. Maar ook omdat we in Thailand konden we 4 goede onderwerpen vinden om aan de kijker te laten zien. Hoe ons goedkope voedsel geproduceerd wordt. En dat zijn welke 4 onderwerpen? Dat zijn rijst, vis, garnalen en kip. Ja. Waar schrok jij het meest van? Ik ben denk ik het hardst geschrokken van de aflevering van de vis. Omdat daar zoveel mensenleed achter zit. Dierenleed weet je natuurlijk als je vis eet. Hè, dan weet je dat je een dier eet. Maar we zijn de vissen, de oceaan en de zeeën zo aan het overbevissen dat boten steeds verder de zee op moeten. En dus ook steeds langer van huis weg zijn, de vissers. En dat willen vissers niet meer. Dus daar worden vaak migranten voor gebruikt. En die zitten soms 10 jaar vast op een boot waar ze niet van afkomen. Dus moet je je voorstellen, dat is echt moderne slavernij. Om ons vis te kunnen, goedkope vis te kunnen bieden, liggen er boten. En mensen die liggen daar op die boten, die worden wakker. Het enige wat ze om hun heen zien is water. En die zitten daar 10 jaar op. Even naar de serie. We hebben 3 van de mensen uit de serie aan tafel. Kevin, Danielle en Sam, jullie waren de proefkonijnen. En lekkere eters. Laten we eerst even naar Sam kijken, dan praten we. Iets met... Ik hou echt van heel veel eten. Veel eten. En ik wil ook altijd laten zien aan mensen hoeveel ik kan eten. Ik ben echt een vuilnisbak. Ik zou heel graag een paar van jullie overheerlijke sperps willen meenemen als dat kan. Allemaal? Ja, kan dat? Ja, heel zeker. Bij mij komt het water uit mijn mond als er bij mij zo'n groot stuk vlees op mijn bord ligt. Vooral het liefst sperps. Ja. Dan heb je me helemaal om. Sam, ben jij zo'n vleeseter of was je zo'n vleeseter? Ben ik nog steeds. Nog steeds. Alleen op een andere manier. Ik ben nu aan het leren hoe ik nog steeds de vleeseter kan zijn die ik ben. Maar bewust. Want voorheen, nou, zoals je ziet, hoe meer, hoe beter was het echt bij mij. Het is en niet normaal, hè? Die slager die was ook verrast dat je er zoveel afnam. Die dacht, hoe gaat dit meisje al die sperps opeten? Nou, zij won All You Can Eat wedstrijden. Ja, klopt, ja. Van alle grote mannen van 2 meter won ik met mijn 1,60 meter. Ja, dat is geen grap. En ik zag je in die serie en toen dacht ik van, dat mens moet dichtgegroeid zijn. Ja, nou, je ziet het. Dat valt nog op. Zo slecht is het nog niet. Nou, het is wel slecht. Daar ben ik achter gekomen. Ja. En wat dan vooral? Het meeste wat mij gechoqueerd heeft qua voedsel is de kip. Hoe daarmee omgegaan wordt. Niet alleen voor onszelf aan chemicaliën wat erin zit, maar ook dat het dier niet als dier wordt gezien, maar echt als product. Het is een product wat wij binnenkrijgen. Wat wij zien is ons kipfiletje in een bakje. En voor de rest weten we heel clean en precies, goedkoop. Precies. En wij maken onze handen er niet aan vuil. Dus wij weten eigenlijk ook niet wat de achtergrond hiervan is. Ja, Danielle, jij bent fastfood-fan. Of misschien moet ik vragen, was een fastfood-fan? Vertel het. Met nadruk op was, ja. Was, oké. Okay. Want? Vroeger was ik wel van de fastfood. Maar zie je in de serie zien we je ook schrond. Ja, laten we dat maar even vergeten. Maar vroeger was ik wel van de fastfood. En ging ik naar de McDonald's en pizza en dat soort dingen. En ik dacht er totaal niet bij na wat ik nou eigenlijk in mijn lichaam aan het werken was. En toen ging ik naar Thailand en ik kreeg gewoon een klap in mijn gezicht toen ik dat allemaal zag. Het was wel echt een grote schok, ja. En Kevin, jij bent een fitnessmens. Het traint heel veel en we zien je in de serie enorme hoeveelheden kip eten. Ja, om fit te blijven. Ik had wel behoorlijk wat kip, inderdaad. Dat mag gezegd worden.
Dat is echt wel een stuk minder geworden. En ik had zeker wel bijna 0,5 kilo per dag. Dus dat was een hoop. Niet per se kip, maar gewoon vlees. En ik ben nu echt wel van 7 dagen vlees naar 3 dagen in de week gegaan. Dus dat, wat dat betreft is de hele kinderboerderij blij met mij. Ja, en je ziet je buitengewoon, je trekt hem goed met je shirt omhoog, buitengewoon strak in het vel, heel gespierd. Jaloers? Dank je. Ik wil het maar zo. Nee, maar je eet nu anders, want je zegt in die serie, ik heb dat nodig, om al het vlees te eten, om zo in vorm te blijven en al de trainingen te kunnen doen en die hele strakke buik te houden. Ja, klopt. En nu? Ik heb me dat best wel verdiept daarna. En daar is wel uitgekomen dat ik inderdaad andere bronnen van eiwit kan vinden om nog steeds die totale hoeveelheid binnen te krijgen die ik nodig heb. En dat, ja, dat lukt eigenlijk gewoon wel goed. Ik ben niet van mening dat je vlees helemaal uit je dieet zou moeten verbannen. Omdat er gewoon eiwitprofielen zijn die daadwerkelijk beter zijn in vlees. En een volledig veganistische aanpak is wel wat moeilijker dan de meeste mensen denken als je niks wil missen. Ja, ja. Jullie kwamen terecht op een kippenfarm waar tienduizenden kippen in 6 weken vet gemest worden voor de slacht. Daar zaten ook zieke kippen tussen die geruimd moesten worden. En dan wordt het ineens persoonlijk. Zo, ik ga gewoon kipvel van. Ja, heftig hè? Ja, ik vind het echt. Ze kunnen gewoon niet blijven staan. Omdat ze zo snel gegroeid zijn. Hoe is het? We zijn een zieke kip tegengekomen onderweg. Ach. Ja. Dan kunnen we hem toch beter gelijk, zijn nek omdraaien. Dan dat we hem zo in een zak stoppen en dan nog. Ja, wie gaat dat doen? Wil ik het doen? Ja, wat je wil. Als je wil. Fucking naar, voelt het. Volgens mij moet je hem draaien. Je moet hem draaien. Volgens mij moet je hem draaien, ja. Oh, naar. Ja, ik zie hier mensen in het publiek echt met de handen voor hun ogen zitten. Zo zat ik thuis ook te kijken. Jij hebt het dus echt gedaan, Kevin. Ja, als ik erg een hekel aan heb, dan is het hypocriet zijn. En als ik 5 kippen in de week eet, dan kan ik het niet voor mezelf daar niet doen. Kijk, ik ben echt een dierenvriend en ik hou echt van dieren. Ik vind het echt heel vervelend om dieren pijn te doen. Alleen om dan daar te zeggen dat ik dat dan niet zou doen, ja, dat vind ik dan onzin, weet je. Ik weet waar het vandaan komt en als ik dan daarom mijn neus ervoor omdraai, ja, dat vind ik dan geen stijl, zeg maar. Nee. Maar het is natuurlijk een idioot beeld. We staan daar in een megastal met allemaal kippen. Er zitten zieke kippen bij, maar de meeste die gaan allemaal een week later dood. Ja, precies. Ja. Naar de slachterij. En ook die op een hele vrolijke manier. Dus het is heel idioot. Binnen 6 weken hè, worden die kippen eigenlijk. In 42 dagen worden die vet gemest. En die zien nooit natuurlijk daglicht. Ze worden met lampen worden ze voor de gek gehouden. Dus ze denken dat het heel lang dag is, want dan blijven ze maar eten. Een heel kort nacht, want dan eten ze niet. Maar ja, het was natuurlijk een idioot beeld, want we staan natuurlijk om één kip te ontfermen. Ja, Joris, is dit niet te cru voor deze jongen? Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat dit gezien wordt. Want het is natuurlijk het gros van wat we eten, dat gaat zo, dat werkt zo. En dat is ook de reden dat de meeste van die producten, daar weet je heel weinig van de herkomst. Ja. En voor mij is dat een van de stelregels, zeg maar. Hoe meer identiteit een product heeft, oftewel hoe meer je van de herkomst weet van een product, hoe hoger de kwaliteit vaak is. Dus dat is een van. Maar hoe komt het dan dat dat toch niet tot ons doordringt? En dan kijk ik mezelf ook aan. Weet je, ik ben gelijk in de koelkast gaan kijken waar mijn kip vandaan kwam vandaag. Gelukkig Nederland. Maar moeten we dus zo met onze neus op de feiten worden gedrukt om eindelijk door te hebben wat er gebeurt in de voedselindustrie? Het is natuurlijk. Het gat tussen boer en burger is enorm geworden. En vooral mensen die in een stad opgroeien, die hebben geen flauw idee meer hoe een bloemkool groeit of een broccoli, dat een diameter is, zeg maar. Dat weten we niet meer. Dus we hebben. Want je houdt rekening, chef kok, je houdt rekening met dit soort omstandigheden. Voor jou was het niet nieuw wat we hier in deze reportage zien? Nee, dat was absoluut niet nieuw. Nee, okay. Nee, dit heb ik vaak genoeg gezien. Hoe is het met de kipconsumptie in huizen Koelewijn? Ik weet zeker dat mijn vrouw Els, die vindt dit een gruwel als ze dit ziet. Dus die zit nu op de bank vrolijk te wachten tot ik aan de beurt ben. Maar ik ben bang dat ze de televisie al heeft uitgezet. Want hier kan ze absoluut niet eten. Dat vindt ze afschuwelijk. Die eet toch geen vlees. Dus af en toe een beetje vis. Maar dit is.
hier doen we haar geen plezier mee. Maar goed, Joris, weet je, kijk, jij hebt, zit in de situatie dat je kan kiezen waar je producten vandaan kunt halen. Je zou kunnen zeggen, dat kunnen wij ook. Maar ik ervaar dat ook op een zaterdag rondje bakkerslager groenteboer. Het gaat aardig, loopt het op qua kosten. Ik kan me ook voorstellen dat voor sommige mensen het gewoon niet mogelijk is om het duurzamer te kopen. Ja, het is de vraag waar je waarde aan hecht, kwantiteit of kwaliteit. Dus als je inderdaad een halve kilo vlees naar binnen moet werken op een dag. Ja, en zoals Kevin deed. Kevin deed, dat is echt een opgave. En of hem niet zo te zien. Nou ja, nee, hij had het nodig om zijn doelen te bereiken. Maar als je dan de prijs betaalt van een goed stukje vlees, ja, dat is niet te doen. Want zij kwamen bij jou, schrok je van hun kennis over voedsel? Ja. Ik ben natuurlijk omgeven door mensen die de hele dag met eten bezig zijn. En die moeten weten wat de herkomst is van eten. En ik was natuurlijk wel bewust van dat er heel veel mensen in Nederland en overal zijn die gewoon heel erg ver van producten afstaan. Van echt het onbewerkte product, zeg maar. Ik bedoel, de schappen liggen in de supermarkt vol met alles wat al voor je voorbereid is. Potjes met gekookte groenten, kant-en-klare sausjes en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus dat zou je ook moeten stimuleren. Dat mensen gewoon weer een wortel met een beetje zand eraan kopen in plaats van het voorgesneden, schoon gestropte worteltje. Want bijvoorbeeld, Danielle, in de serie heb jij het ook over jouw kennis van tevoren. Waar komen spullen vandaan? En jullie zeggen eigenlijk allemaal zo'n beetje, ik vat het samen, het kon je eigenlijk niet zoveel schelen. Nee. Het is lekker en goedkoop en fastfood en gewoon schransen. Ja, nou, het kon mij inderdaad echt niet schelen. Het was niet mijn prioriteit om te weten waar het vandaan kwam. Voor mij was het puur van even snel naar binnen werken. En ik ben zelf een hele moeilijke eter. Ik lust echt bijna niks. Dus het was voor mij heel makkelijk. Gewoon een boterham met kaas, prima. Een kippertje erbij en even naar de Mac en dit en dat. Ja, je genoot in eerste instantie ook niet van zijn sterrenvoedsel, hè? Nee. Sorry, nee. Ja, ik zei nee. Ik vind heel dapper, kijk. Nou, het hoofdgerecht vond ze wel lekker. Ze heeft een heel ander smaakpalet dan ik, denk ik. Maar toch heb je alles geprobeerd en op een gegeven moment het wel echt meer gaan waarderen. En dat is ook het hele waar deze hele serie om gaat. Is zeg maar, wat is de waardering van voedsel? En dat die is, in sommige gevallen verder zoeken. Als het heeft, dan denk ik echt wel dat het in ieder dat was jullie doel, Jennifer? Ja, nee, ja, absoluut. Ja, nee, om iedereen te laten zien waar een product vandaan komt. Dat is het allerbelangrijkste. En het te gaan waarderen. En het weer te gaan waarderen, weer zien wat het is. Kijk, als je deze kippen ziet en je hebt het over prijs betalen voor een product. Als je deze kippen ziet, dan denk je niet, die wil ik eten. Nee. Dus ja, dan moet je, ja, dan kun je beter maar een keer denken en dan sla ik kip eten over. En dan spaar ik ietsjes langer, zodat ik een goede kip kan kopen. Ja. En het is ook niet, Sam, dat alleen kijken hoe het bereid wordt. Jullie woonden ook echt en sliepen daar tussen de werknemers. Klopt. Op matjes, heel primitief. Een hele vieze badkamer. Ja. Wat doet dat met je? Nou, zoals je zelf al zegt, is dat natuurlijk super heftig. De eerste dag dat je daar aankomt, moet je je echt overgeven en meegaan in het programma. Want je weet ondertussen ook dat dit voor ons maar 2 weken is. Wij zitten hier even en ik vind dat ik niet mag klagen op dat moment. Begrijp. Ik vind het wel, als ik maar zeggen, mooi dat dit nou naar voren komt. Want je ziet in Nederland ook een discussie dat politieke partijen zeggen, weet je, de helft van de veestapel moet maar uit Nederland verdwijnen. Want dan hebben we een mooi cijfer achter de stikstofuitstoot. De keerzijde is dus dat het wel ergens anders in de wereld geproduceerd wordt. Zonder dat er over dieren nagedacht, zonder dat er over werknemers nagedacht wordt. Terwijl er in Nederland standaarden zijn, daar kun je het mee eens zijn of niet, maar die kun je wel hier controleren. Dus ik vind het wel heel goed, ook voor de waardering van de Nederlandse boer, dat het dat hier eens duidelijk wordt dat als je het weghaalt in Nederland, dat het leed niet uit de wereld is. Stikstof ook niet. Hou u dan, bloed, hou u in. Ik zie al kijken. Dat gaat straks verder. Tegenovergesteld aan. Nee, maar dan heeft Jennifer dat gaat uitleggen. Heeft u het over dat er nog steeds meer dieren geproduceerd moeten worden. En ik denk dat een van de grote problemen deze tijd is massaconsumptie. Dat wij allemaal maar denken dat we iedere dag vlees kunnen eten. Precies, 3 keer per dag. Maar het feit dat je zegt, haal het maar weg uit Nederland, lost het probleem of voor de dieren of voor de stikstof algemeen niet op. Want dan worden ze wel ergens anders wel
zelf gaat produceren. Dus je zou beter moeten werken, denk ik, aan een cultuurverandering van hoe ga je om het vlees, zoals u net als kok ook zei, in plaats van dat je maar zegt, doe die halve veestapel maar. We zijn ook enorm gewend geraakt aan goedkoop voedsel, hè? Ja. Het is ook een normaalste zaak van de wereld. Je loopt de supermarkt in, kost geen fluit en je kan het veel krijgen. Ik denk ook in de westerse cultuur is dat ook de norm. Weet je, het enige waar wij ons druk om maken als we boodschappen doen, is de prijs van hetgeen wat in ons mandje belandt. Ja. En we kijken voor de rest niet verder. En als we nou gaan, het feit dat het in het mandje belandt en dat de supermarkten weten dat de kosten lager moeten, omdat ze dan meer klanten bouwen, dat voedt die cirkel als het ware. Zeker. En eigenlijk waar niemand bij stilstaat, is dat als er ergens een prijs omlaag gaat, dat er ergens iets ingeleverd moet worden, wat jij ook zegt. Er moet iets ingeleverd worden of voor de arbeider, dus de kwaliteit van leven van de mensen die het maken, of het proces, zodat de arbeider het nog steeds kan leven. En dat heeft weer invloed op milieu en natuur. En eigenlijk gaat het er alleen maar om dat wij zo min mogelijk geld uitgeven, zodat we dingen kunnen kopen die ons leven toch niet beter gaan maken dan dat het nu is. Weet je, iedereen werkt baantjes die hij haat om dingen te kopen die hij niet nodig heeft, zodat hij beter kan lijken dan andere mensen om zich heen. Je hebt veel geleerd, Kutte, hè? Ja, het heeft echt... De eerste dag heb ik ze meegemaakt. En dit is wel wat het programma heeft gedaan. Nou, dit is geweldig. En uiteindelijk moeten ze bij jou koken voor 80 mensen duurzaam. En we gaan zien of dat gelukt is. Het programma Gefileerd is vanaf morgenavond te zien op NPO 3 om 5 voor 9.